Goedemorgen! Ik moet deze om van Jola. Goedemorgen! En ik doe deze om. Nou, we beginnen weer met een healthy shakey. Shakey, shakey. I need coffee like now. Ik mag geen koffie. Smaakt een beetje naar hazelnoten. Dat vind ik niet zo goed lekker. Maar verder is alles toppie. Mooi. Oh ja, we gaan voortmaken. Sorry. En nu onderweg naar de mondhygiënisten. Omdat ik gisteren bij de tandarts blijkbaar een beetje snel bloedend tandvlees had. Dus ga ik nu wat aan doen. En mijn spalkje van mijn beugel wordt er even vastgezet. En ze hadden vandaag nog een plekje. Dus lekker op de fiets. Zo, ik heb meteen nog even wat boodschappen gedaan. Niet te veel, want ik was op de fiets. Vind ik altijd wel lastig. Veel boodschappen doen op de fiets. Nu ga ik snel mijn prioriteitenlijstje afwerken van vandaag. Ik mag alleen even een half uurtje niks eten en drinken. Want mijn tanden zijn gefluoord, geloof ik. Zoiets. Vrijdag is voor mij echt de allerbeste dag om te gaan trainen. Omdat Jola dan dansles heeft in dezelfde sportschool. En dan kan ik even lekker een uurtje gaan trainen. En dat motiveert echt enorm. Dat kan ik iedereen aanraden om te doen als je bijvoorbeeld kidsdance hebt in de sportschool. Om je kinderen daar dan op te doen en in die tussentijd zelf te gaan sporten. Zo, we hebben lekker gesport. En Jola lekker gedanst. Lekker gedanst. En we gaan nu snel eten maken. En nu staat op het menu pasta. Ja. Alleen dan zonder Bart nog steeds. En ik zag misschien, ik zag een fotootje dat die mensen hoofd op de sneeuw landen. Jolen en naar turnen gebracht en normaal ga ik dan gewoon even sporten. Maar vandaag hoeft dat niet, want ik heb nog spierpijn van gisteren van trainen. Dus dat laten we even zo. Toen ik wakker werd, dacht ik wel, dat ziet mijn hoofd er raar uit. Dus nou, ik heb nog even een uurtje voordat ik haar weer moet ophalen. Dus dan ga ik mooi deze eens even proberen. Face mask. Het masker trekt in de huid en verwijdert onzuiverheden en de dode huidcellen die vastzitten in de poriën. Het laat een schoner, zachter en mooiere huid achter. Breng het masker aan op een droog gezicht. Vermijd de wenkbrauwen. Laat het masker drogen 30 tot 45 minuten. Oké, dan moet ik dus wel een beetje opschieten. Wow, vet raar. Lekker man. En ik ga dus morgen weer voor een nieuwe plexer behandeling. Dit keer aan de onderkant van mijn ogen. Dus dit kan ik hierna een week even niet doen. Thank you.
gaan hem even laten drogen. Wow. Oh, wow. Allemaal haartjes. Ah. Oh, wat voel ik me weer fris. Dus. Nou, ik ga snel Jola ophalen. Even inkopen doen. Op de markt. En Jola die heeft trek. Heel veel trek. Nog even. Het eten van gisteren op, want het was zo lekker, die pasta. Mmm, nice. Zit. Dat is disco. Oh. Nee, homo. Het is dan misschien wel zondag, maar ik was gewoon om 6:30 wakker. Even een snelle, korte update. Het is namelijk de laatste dag. Het is zondag en nou, ik voel me dus helemaal yay! Oh. maar goed, ervaar ik dat gevoel. Ja, mijn energielevel is echt relaxter, dus meer stabiel. Minder ups en downs, maar op dit moment smak ik gewoon echt naar een koffietje. Ook al heb ik al een week geen koffie gehad en heb ik echt een aantal dagen gehad dat ik helemaal niet aan koffie heb gedacht. Vanochtend dacht ik er ineens weer aan. Ik werd super vroeg wakker voor de zondagochtend. Zo'n week, vind ik, moet eigenlijk toch wel echt gaan om jezelf helemaal voorop stellen. En dat is ontzettend moeilijk als je en het programma volledig wil doen en moet werken en een kindje hebt thuis. Maar al met al is het gelukt en het was super leuk. Jola vond het ook super leuk om mee te doen. En het allerleukste vond ik van deze week was dat ik dus echt heb geleerd om te koken zonder vlees, zonder vis, zonder zuivel, zonder gluten, zonder suiker. En ik heb best wel wat verstand van voeding, maar ik heb echt hele lekkere dingen leren maken door de recepten en door de ideetjes. En ja, ik heb ook echt veel meer kruiden leren gebruiken en daar ben ik heel erg blij mee, want dat ga ik zeker de rest van mijn leven toepassen en gebruiken. En ja, dat is echt een verrijking geweest voor mijn leven. Dus zodoende dat je dus echt, omdat je gedwongen wordt om één week die recepten te maken die je misschien al heel vaak had willen maken, maar gewoon altijd liet liggen. En daardoor gewoon echt, dat is echt een eye-opener voor mij geweest, dat sommige dingen dus echt heel lekker kunnen zijn op een hele gezonde manier. Verder ben ik heel erg blij met dat Jola het yoga in de ochtend ook leuk vindt. Ik wil niet zeggen dat we dit nu elke ochtend gaan doen. Maar we zullen het zeker af en toe nog even gaan doen samen. Want zij vindt het toch wel echt heerlijk als ze even dat momentje van rust samen krijgt. En gisteren was Jola een beetje in de stress. En toen zag ik dus dat ze uit zichzelf even wat ademhalingoefeningen ging doen. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Dat ze echt dingetjes er ook uit oppakt. Dus, nou, dat was mijn leukste ervaring van de 7-day recharge. En wil jij nou ook een 7-day recharge doen? Twijfel dan niet. Kijk even in de link hieronder. Ik heb een superleuke kortingscode voor jullie. Vergeet die niet in te vullen in het formulier als je je opgeeft. En de 7-day recharge houdt dus niet alleen maar in dat je een week de recepten krijgt. Maar je krijgt echt een manual, elke ochtend yoga, meditatieoefeningen. Door middel van downloads en video's.
Je krijgt elke dag allerlei opdrachten die je door middel van een scorekaart moet invullen. En je zult echt jezelf helemaal resetten. En ik denk echt wel dat als je... Hallo. Als je even zoiets hebt van, nou, ik wil gewoon even een restart. Dat dit echt een hele goede is. En prettige vind ik ook dat het maar een week is. En dat moet toch echt wel een keer in te plannen zijn. En voor iedereen mogelijk zijn. Yes. En nu ga ik mijn zondag nog even afmaken. Want die is nog niet afgelopen. Dan de oplossing van de dag. Voor als je niet thuis werkt. Hop. Nieuwe boekjes halen. Je hebt een week lang in jezelf gewerkt en je lichaam en geest een boost gegeven. Je eindscore is een getal, niets meer en niets minder. We hopen dat je de recharge inzicht hebt gekregen. Hoe je stress te lijf kunt gaan en meer energie kunt halen uit je dagelijkse patronen. Als je score lager uitvalt dan je had gehoopt, dan probeer je het binnenkort opnieuw. Ik voel me 6% energieker, 13% gelukkiger, 21% gezonder en 29% slaap ik beter. Ja, echt. Het is ook echt zo. Slaap heeft me echt zoveel goed gedaan. Ik voel me 5% meer gewaardeerd. Ik ben 0 kilo afgevallen. Dat staat hier. Maar dat komt omdat ik het niet heb bijgehouden. Ik heb geen weegschaal. Dus daar heb ik ook niet op gestaan. Yeah! Dan wil ik jullie natuurlijk ook nog vragen om op mijn YouTube kanaal te abonneren. Of een duimpje te geven. Of geef je via reactie wat jij ervan vond. Heb jij misschien ook een keer een soort van recharge gedaan? Of wil je je eigen ervaring met mij delen? Of heb je er vragen over? Stel ze gerust in de reactie onder en ik zal het beantwoorden. Dankjewel! Doei!